China en Europa in de tijd van steden en staten. De vraag is eigenlijk hetzelfde als bij de andere paragrafen, namelijk weer gewoon welke contacten er waren tussen China en Europa. De periode is nu anders, we gaan nu de periode 1000 tot 1500 bekijken. En natuurlijk is er ook weer de vraag, hoe was de situatie in China in die tijd? En we zullen zien dat er in deze paragraaf, in deze periode, heel veel veranderd is ten opzichte van de voorgaande periode. En daar beginnen we even. Ik pak nog even het kaartje erbij dat ik in paragraaf 1.2 ook gebruikt heb. En dan zien we de wereld rond 800. En dan zien we dus die Tang-dynastie die het Chinese Rijk eigenlijk verder uit weet te breiden. We zien daar dat kalifaat van Bagdad, dat grote islamitische rijk. En we zien dat in Europa het West-Romeinse Rijk is verdwenen en dat er allemaal kleine staatjes voor in de plaats zijn gekomen. Oké, nu hetzelfde gebied, alleen dan 450 jaar later. En dan zien we grote verschillen, zowel in Europa, het Midden-Oosten, als zeker ook in Azië. En daar gaan we het dus even over hebben. Want wat we eigenlijk zien gebeuren, vanaf 1100 ongeveer veranderen de verhoudingen in zowel Europa als China. En we beginnen even met Europa. Na het uiteenvallen van het West-Romeinse Rijk kwam er dus een lange periode van onrust en chaos in Europa, de periode van de volksverhuizingen, van oorlog, van honger en ellende, maar langzamerhand herstelde de rust zich in Europa. En dan zien we dus ook dat eigenlijk alles langzamerhand weer vooruit begint te gaan. En West-Europa wordt een landbouwstedelijke samenleving met sterke belangstelling voor het Verre Oosten. En die belangstelling die kan plaatsvinden omdat het eindelijk weer een beetje rustig is in Europa zelf. West-Europeanen zijn heel lang bezig geweest met hun eigen interne problemen, maar nadat die nu weer een beetje opgelost zijn, hebben ze weer alle tijd om ook eens over hun eigen grenzen heen te kijken, naar de rest van de wereld te kijken. En dan komt er dus die belangstelling voor alle gebieden ten oosten van Europa. En waarom is dat dan zo? Nou, aan de ene kant wil men ook wel gewoon de producten uit Azië hebben in Europa. Die komen er ook wel, maar dan vaak via islamitische handelaren. En die willen ze nu weer gewoon zelf gaan halen. Aan de andere kant roept de paus aan het einde van de 11e eeuw de West-Europese christenen op om het heilige land Palestina en de heilige stad Jeruzalem te heroveren op de moslims. En dat is het begin van de kruistochten. En de West-Europeanen die dringen dus langzamerhand Azië weer binnen. Ze hebben er in ieder geval weer meer belangstelling voor. Oké, dus dat verandert er in Europa. Wat verandert er in China? Nou ja, je ziet het eigenlijk al op de kaart, die grote, wat is het, grijs-roze vlek, rare kleur eigenlijk. Het Mongoolse Rijk, dat is het grootste landrijk dat er ooit in de geschiedenis geweest is. Het strekt zich dus uit van Polen tot aan Korea. En ook China wordt ingenomen door de Mongoolse ruitervolk. En dat waren nou net die volkeren die de Chinezen altijd buiten de deur hadden willen houden, waarom ze ook begonnen waren met de aanleg van die grote muur. De grote angst voor de Chinezen was altijd geweest, o jee, als die woeste volkeren uit het noorden ons land maar niet innemen. En dat was nu dus gebeurd. En daarmee komt er een nieuwe dynastie aan de macht in China. De Mongoolse dynastie, een uitheemse dynastie, en die staat ook wel bekend als de Yuan-dynastie. En nou ja, je ziet daar de jaartallen staan. 1271, ik heb een kleine streep erbij gezet, 79 tot 1367. Ongeveer een eeuw dus zijn die Mongolen aan de macht. Waarom dat verschil, die twee jaartallen? Nou ja, in 1271, dan roept Genghis Khan, de leider eigenlijk van de Mongolen in die tijd, die roept zich uit tot de nieuwe keizer van China. En in 1279 worden ook de laatste opstandige Chinese stammen in het zuiden van China verslagen. En dan ontstaat er dus het gebied, de Yuan-dynastie, zoals je hem hier op de kaart ziet. De belangrijkste leider, ook die in het boek het meest genoemd wordt, is Kublai Khan, de opvolger van Genghis Khan. En nou ja, wat heeft de Yuan-dynastie voor gevolgen voor China zelf? Daar zullen we eerst eens even naar gaan kijken. Het eerste dat Genghis Khan al doet, is Peking of Beijing de hoofdstad maken van China. Ligt een stuk dichter weer bij de noordelijke grens, waar dus die Mongolen zelf eigenlijk vandaan komen. En dat wordt de nieuwe hoofdstad. Was al een belangrijke stad, maar die groeit nu echt uit tot het regeringscentrum. Daarnaast zie je dat zij weten dat zij dus eigenlijk door de Chinezen niet gepruimd worden. Want ja, zij zijn een uitheemse stam, zij komen niet uit dat binnenrijk. En ja, Chinezen die wantrouwen eigenlijk de barbaren, de buitenlanders. En daarom zeggen die leiders van de Yuan-dynastie dat alleen Mongolen en andere buitenlanders invloed krijgen op het bestuur. En op die manier proberen zij de controle over de Chinezen te houden. Daarnaast zien we ook dat er onder het bewind van de Yuan-keizers een toename van de Chinese handel met de Arabische wereld en Europa plaatsvindt.
En ja, als je het kaartje ziet weer daar rechtsonder, dan is dat ook niet zo heel gek. Want dat Mongoolse Rijk dat grenst aan zowel Europa als die Arabische wereld. Dus het is ook makkelijk om contacten te leggen. Hoe zijn dan de contacten tussen China en Europa? Nou, we zagen dus dat er in de voorafgaande periode nauwelijks contacten waren tussen China en Europa. En dat had verschillende redenen. De Europeanen waren er zelf niet toe in staat en de Chinezen hadden geen interesse. Bovendien lag daar nog die Arabische wereld tussenin, die de contacten eigenlijk ook moeilijk maakte voor de Europeanen. En nu zien we dus dat dat gaat veranderen. De Europeanen willen hun blik sowieso meer buiten Europa richten. En dat heeft vooral te maken met het christendom, maar dus ook met de handel. En dat zie je dus ook gebeuren. Want die paus, die heeft dus opgeroepen tot die kruistochten. En die is nu op zoek naar bondgenoten in de rest van de wereld om de islamitische heersers te verslaan. En hij denkt dat hij in de Yuan-keizers, dat hij daar een bondgenoot in kan vinden. Dus een van de redenen om contact te leggen met China is het christendom. En er is één monnik in het bijzonder die van de paus de opdracht krijgt om die contacten te leggen, om het christendom ook in China te verspreiden. En dat is de Vlaming Willem van Rubroek, die ongeveer ja, zo van 1210 tot 1270 leefde. Zijn doel, nou, dat waren er eigenlijk verschillende. Hij zou moeten proberen om de Mongoolse keizers om die te christenen, om die christelijk te maken. De paus wilde heel graag dat dat Mongoolse Rijk ook christelijk werd en dat hij er dan natuurlijk de geestelijke leider van zou zijn. Daarnaast moest die Willem van Rubroek die Mongoolse leiders opzoeken en ze vragen of ze mee wilden strijden tegen de islam. Dat zou de paus heel goed uitkomen in zijn kruistochten. En als laatste moest die Willem van Rubroek ook contact zoeken met die Nestoriaanse christenen die zich gevestigd hadden in China. En hij moest zorgen dat die Nestorianen ook onder het gezag van de paus zouden komen. Dat ze wel christelijk bleven, maar nu niet meer Nestoriaans, maar gewoon katholiek zouden worden en het gezag van de paus zouden accepteren. Een tweede Europeaan die in deze periode heel veel in China komt, is Marco Polo. En dat is een handelaar. En vandaar dat ik dus ook oranje gekleurd heb. Oranje is de kleur van de economische zaken die ik altijd gebruik. Maar je ziet dat ik er ook groene streepjes erin heb gedaan. Er zit ook een cultureel aspect aan de reizen van Marco Polo. Marco Polo was een Venetiaans handelaar. En wat hij deed is, ja, hij wilde graag handelscontacten leggen. Samen met zijn vader, met de rest van zijn familie, ze hadden een handelsbedrijf. En hij wilde handelen in Azië. Hij kwam heel veel in Azië. Hij heeft twee reizen gemaakt. Hij is tot in China gekomen. Hij heeft daar verslagen over geschreven die door heel Europa zijn gegaan. En het grootste deel van het beeld dat de Europeanen in de middeleeuwen van China hadden, kwam door de reisverslagen van Marco Polo. Dus Marco Polo wilde in principe voor de handel naar China toe. Maar toen hij in China was, werd hij daar zelfs ontvangen aan het hof van Kublai Khan, die Yuan-keizer die we net zagen op de vorige dia. En die gaf hem een opdracht mee. Marco Polo zou, als hij weer terug in Europa was, van Kublai Khan naar de paus moeten gaan. En hij zou de paus moeten vragen om 100 wijze christenen naar Beijing te sturen. Want die Kublai Khan die was ook wel geïnteresseerd in wat die christenen hem eigenlijk verder konden bieden. En dan zien we dus dat er meer Europeanen naar China gaan. En één persoon die hier nog genoemd moet worden is Johannes van Montecorvino. Die gaat ook weer vanuit christelijke motieven daar naartoe, maar je ziet al een ander persoontje staan, een ander icoontje staan eigenlijk. Willem van Rubroek was een monnik, Johannes van Montecorvino werd de allereerste bisschop van Beijing. Er kwam een katholieke gemeente in Beijing en Johannes van Montecorvino werd daar de bisschop van. En het was zijn bedoeling om het christendom verder uit te breiden in China. En daarom kwam er ook een Mongoolse vertaling van de Bijbel en probeerde hij ook zoveel mogelijk Chinezen te christenen. Uiteindelijk zou hij tijdens zijn leven zo'n 6000 mensen in China katholiek maken. En we zien nu dus voor het eerst dat er echt intensieve contacten plaatsvinden tussen China en Europa. En we zien nu ook dat die contacten niet alleen meer draaien om de handel, maar dat er ook andere motieven een rol spelen. Dit is ook de eerste keer waarop het lijkt alsof de Chinezen niet neerkijken op de Europeanen. Maar hier moet dus wel bijgezegd worden dat de Yuan-dynastie, dat het geen echte Chinezen waren. Dat de meeste gewone Chinezen ook neerkeken op de Yuan-dynastie zelf, ook al hadden zij dan de macht. Al deze contacten zorgden ervoor dat de bewondering voor de Chinese cultuur in Europa, maar ook in de rest van de wereld, groeide. En hier hebben de twee belangrijkste reizigers, ontdekkingsreizigers uit de late middeleeuwen staan.
de Venetiaan Marco Polo dus en de Marokkaan Ibn Battuta. En ze hebben beide hele lange en hele grote reizen gemaakt. De rode lijn, dat zijn de reizen die Marco Polo heeft afgelegd. Die groene lijn, dat zijn de reizen van Ibn Battuta. En ze hebben dus een groot gedeelte van hun wereld verkend. Maar ze hadden vooral bewondering voor wat er in China allemaal gebeurde. En hun verslagen bepaalden voor een heel groot deel het beeld dat men in de rest van de wereld van China had. Uiteindelijk wordt de Yuan-dynastie verslagen tot opluchting van vele Chinezen eigenlijk. En er komt weer een inheemse, een Chinese dynastie aan de macht, de zogenaamde Ming-dynastie. En die Ming-dynastie die breidt het Chinese binnenrijk verder uit. Je ziet er daar op het kaartje dat nu ook de Noordoosthoek, Mantsjoerije, er voor een deel ook bij komt. Een van de eerste taken die zij natuurlijk op zich nemen is het versterken van die grote muur. Die Chinese muur die moet beter zijn zodat ze in de toekomst niet nog een keer worden binnengevallen door de Mongolen. En wat die Ming-dynastie keizers ook doen is een groot paleizencomplex bouwen in het centrum van Beijing, de Verboden Stad. En die stad die heet zo omdat die verboden was voor de gewone mensen eigenlijk. Daar woonden de keizers, dat was het keizerlijk hof. Het is een van de grootste bouwwerken uit de geschiedenis. Het is nu ook nog een van de grootste toeristische trekpleisters van Beijing. En nou ja, dat werd eigenlijk het centrum van de macht in de Chinese geschiedenis vanaf dat moment. En die Ming-keizers die stuurde er ook een aantal grote vlootexpedities op uit. Een aantal grote vloten die tot doel hadden om de wereld te gaan verkennen. Maar dan niet om, net zoals de Europeanen op hetzelfde moment aan het doen waren, om nieuwe handelscontacten op te doen. Maar juist om eigenlijk het beeld bevestigd te zien dat er nergens anders in de wereld zo'n groot en sterk rijk was als China. Dus eigenlijk stuurden ze alleen maar die vloten erop uit om nogmaals hun eigen suprematie bevestigd te zien. En dat Chinese Rijk, dat was ook een heel groot en sterk rijk. Want als we dan naar de afbeelding eronder gaan kijken, dan zien we daar het schip van Zheng He, de belangrijkste kapitein van die vlootexpedities. En dit was zijn belangrijkste schip. En we zien hoe groot dat schip is. En dan zie je daar in het zwart het schip van Columbus, waarmee hij Amerika per ongeluk ontdekte. En Columbus was voor ons in Europa een van de belangrijkste ontdekkingsreizigers. Maar als je de grootte van zijn schip afzet tegen de grootte van het schip van die admiraal Zheng He, dan blijkt wel dat de Chinese beschaving toch verder ontwikkeld was dan de Europese in die tijd. Maar goed, uiteindelijk kwam er in 1436 een einde aan alle vlootexpedities. De keizer, die op dat moment aan de macht was, die verbood alle expedities. De conclusie was eigenlijk, ja, China heeft alles. We hebben de rest van de wereld niet nodig. En het werd verboden om nog contact met het buitenland te hebben. Het land mocht door Chinezen niet meer verlaten worden. En vanaf dat moment was China heel erg in zichzelf gekeerd en was het een autarkie geworden. Een zelfvoorzienende staat.